De perspectiefnota 2016 geeft aan hoe en waarmee het college komend jaar aan de slag wil. Het gaat in op de uitdagingen die zij ziet en er staat informatie in over de financiële situatie van de gemeente. Hoe kijkt Auke Blauwbroek van de Partij van de Arbeid hier tegenaan? De Partij van de Arbeid is teleurgesteld over de perspectiefnota 2016. De perspectiefnota is eigenlijk bedoeld om keuzes te maken voor de begroting 2017 of 2016. En als we nu goed kijken naar de perspectiefnota, dan staat er eigenlijk niks in. Er worden geen keuzes aangeboden, er worden geen scenario's aangeboden op basis waarvan de Raad straks keuzes moet gaan maken. En dat is een gemiste kans, niet alleen voor de politiek, maar is met name een gemiste kans voor Tilburg. Want zo gaat Tilburg op een gegeven moment stilstaan. En dat is juist een stad die heel veel ontwikkeling nodig heeft en eigenlijk ook in ontwikkeling zou moeten zijn. Met andere woorden, de oproep doen wij aan dit college om zo hard mogelijk met een goede perspectiefnota te komen voor 2016. We willen ze graag uitstel voor geven. Maar er zal er wel wat beter op, meer op, en beters op tafel moeten liggen dan wat er op dit moment op tafel ligt. Want dit slaat echt helemaal nergens op.